Nou, deze site heet jellaskins.com en het zit in Canada. En je kunt dus tegenwoordig ook voor je iPad 2 een skin uitkiezen en bestellen. En nou, dat ga ik doen. Ik heb nog weliswaar geen iPad 2, maar dat gaat niet lang meer duren. Je ziet op de site allerlei verschillende ontwerpen. Bij Jellaskins ligt de nadruk vooral op echt kunst, artistiek vormgegeven afbeeldingen. Je kunt echter ook wel gewoon met je eigen foto's werken of zeg maar bijvoorbeeld met tekenfilmfiguren of zo. Maar ik vind zelf dat Jellaskins er echt uitspringt vanwege de kunst. Nou, als je dan op je gemak eentje iets wil bekijken, dan klik je erop en dan vergroot hij het uit. En dan laat hij het ook meteen zien op het apparaat van je keuze. In dit geval dus de iPad 2. Kijk, hier heb je een afbeelding van Tokio. Dat is een beetje cartoonesk weergegeven tekening van de stad. En mensen die Tokio kennen zullen ook echt dingen herkennen. Dus belangrijke gebouwen of opvallende uitzichtpunten in de stad. En ze hebben hier ook verschillende steden van. Tokio is er één van, maar je hebt ook, ik noem maar wat, Los Angeles, om maar zo wat te noemen. En Londen en nog een paar van die grote steden. Dat is natuurlijk maar één voorbeeld van een categorie. Je ziet hier ook heel andersoortige ontwerpen, van eenvoudig tot heel ingewikkeld. Dus ik denk voor elk wat wils. Dus. Nou, als je nou zegt, ik heb er helemaal doorheen gebladerd en ik vind die kunst, dat is niet wat. Dan kan je hierboven, bij Create Your Own, kan je dus zeggen, ik wil mijn eigen kunst of mijn eigen foto's gebruiken. Ze hebben ook een korte video die dat uitlegt. Wat ook nog kan, is hier. Want hier zit je dus bij de kunstenaars, de artists. Hier heb je de zogenaamde collaborators. En dat zijn, dat zal ik je even laten zien. Eigenlijk de bedrijven waar ze mee samenwerken. Er zitten onder andere ook de cartoons in. Kijk, Marvel, ik weet niet of je kan lezen, maar hier zit bijvoorbeeld Marvel van Marvel Comics. Dus dat is dan een collaborator, omdat daar natuurlijk ook beeldrechten op zitten, bla bla bla. Dus daarom noemen ze het collaborators en geen artists. Maar ik noem maar even wat, ik klik even op een willekeurige Marvel ontwerp. En dan zie je hier een figuur uit, ik dacht de X-Men. Dus dat geeft weer een heel ander beeld. Nou, dan geven ze gelijk ook wat tips van, nou, misschien vind je dan de Iron Man ook wel leuk of andere figuren, of misschien wil je wel een schilderij bestellen. Dus dit is hoe de site werkt. Dus je kan op allerlei manieren bladeren. En je kan ook zeggen van, nou, ik vind het wel iets, maar ik weet niet of dit hem dan wel wordt. Dan zeg ik toch add to cart, dus doe in mijn winkelwagentje. Dan kan ik hier kiezen voor continue shopping of check out. Nou, ik ga even continue shopping doen. Dan kan ik hierboven kijken wat zit er eigenlijk in mijn winkelwagentje. Ik heb er nu 3 in gedaan. Niet dat ik ze alle 3 wil hebben, maar dan kan ik, dat is eigenlijk een soort verlanglijstje voor mezelf. Dus dan heb ik straks alles doorgebladerd en dan kan ik op mijn gemak nog eens even kijken wat vind ik er nou echt van. En dan delete ik het wel weer gewoon wat ik niet wil en dan hou ik degene over die ik wel wil. Dus dat is ook een manier. Nou, daar nog even op aanhakend. Ik ga nog even terug naar de homepage. Want ik wil nog even verder inzoomen op dat Create Your Own. Want je kan dus, wat ik al zei, je eigen foto of plaatje doen. Maar wat een extra leuke mogelijkheid is, vind ik in ieder geval zelf, is stel dat je wel een van hun eigen plaatjes leuk vindt, maar dan bijvoorbeeld maar een gedeelte ervan, dat had ik bijvoorbeeld. Dan kan je dat dus ook via deze mogelijkheid doen. Dan bewerk je dus eigenlijk hun eigen plaatjes. En dat wil ik je laten zien. Nou, waar je mee moet beginnen is dat je een van de plaatjes van jouw keuze als favoriet moet aanwijzen. Dat mogen ook trouwens ook meer plaatjes zijn. Dus ik ga eerst zorgen dat ik een plaatje als favoriet aanwijs. Nou, ik ben intussen weer op de iPad 2 pagina. Tenminste, ik heb op iPad 2 geklikt en dan dat ik weer op die kunstwerken zit. Nou, het plaatje wat ik leuk vind staat op pagina 4. Dus ik klik even op pagina 4. Ja, links onder in de hoek, dit is hem. Ik klik daar even op. Want nu gaat hij dus
weer laten zien hoe het eruit ziet op de iPad. Nou, ik vind dit dus een heel leuk plaatje. Alleen, ik vind vooral de diertjes leuk. En hier dat meisje vind ik dus niet zo leuk. Ook omdat dat op de achterkant van de iPad terecht zou komen. Dus precies het stuk wat het meeste opvalt. Nou, dan kan je op deze pagina, kun je wel zeggen add to cart. Maar dat ga ik nu niet doen. Wat ik nu ga doen is hier klikken. Add this image to favorites. Dus maak er een favoriet plaatje van. Dus daar klik ik nu op. Oké, okay, nu heb ik hierboven, kan je dus zien. En hier heb je dus je shoppingcart. Maar hier heb je ook met dat hartje je favorieten. Nou, er staat nu een eentje, want ik heb dus één plaatje gekozen. Je kunt natuurlijk ook meerdere plaatjes doen, maar ik laat het even nu met één zien. Dan ga ik nu naar in het hoofdmenu hier naar Create Your Own. En dan start a new project. We gaan een nieuw project opstarten. Nou, dan vraagt hij weer even van, zeg even wat je voor apparaat wilt doen. Nou, ik ga, omdat ik een iPad wil, die staat hier bij de tablets en e-readers. Dus daar klik ik dan op. Nou, dan zien we hier al snel de iPad 2. Je hebt hier nog de optie iPad 2 back only. Dus als je toch al weet van, ik wil niet per se een voorkantje. Ik vind eigenlijk een zwarte rand of een witte rand gewoon heel mooi. Dan doe je alleen de achterkant, maar ik wil natuurlijk voor- en achterkant. Nou, nu zie je al meteen dat hij laat zien your images. Nou, dat is dus dit plaatje wat ik net als favoriet heb aangewezen. En wat je hier in het menu nog zou kunnen doen is bijvoorbeeld foto's van jezelf. Alleen je kunt niet op één apparaat zowel een foto van jezelf bijvoorbeeld op de voorkant doen en dan dit plaatje op de achterkant. Dus het is of foto's of plaatjes van hun op één apparaat. Dus ik ga nu even geen foto's uploaden, want dat heeft toch geen zin op dit moment. En dan staat hier een knop Let's Lay It Out. Dus daar gaan we op klikken. Nou, je komt dan op deze pagina terecht. Het is een beetje een tekenpapiertje, zo met van die ruitjes. Dat is eigenlijk voor de gein. Maar hier gaat het natuurlijk om. Dat is jouw iPad. Hier rechts zie je voorkant, achterkant. En dan het scherm, achtergrondje, je wallpaper. En je kan hier nog zeggen, laat me wel of niet de zogenaamde cut lines zien. Dus de randen waar de snijlijnen, zeg maar, waar langs ze gaan snijden. Ik vind dat zelf wel fijn, want kijk, als ik daarop klik, dan zie je dus meteen, hey, zo ziet die iPad er eigenlijk uit. Dus ik vind dat zelf het duidelijkst. Nou, dan nu het plaatje. Hieronder staat mijn gekozen plaatje. En dan, nou, de voorkant heb ik dus nu aangeklikt. En dan sleep ik dat plaatje gewoon erop. En nu kan ik zeggen, hé, nou, doe mij de linkerkant, doe mij de rechterkant. Of, wat extra leuk is, doe mij een uitsnede daarvan. Want hier rechtsonder in de hoek kan ik het plaatje groter trekken. En dan kan ik weer schuiven. Dus stel, ik wil dat hertje heel groot. Kijk, met het uiltje zo erop. Dan denk ik, nou, zo vind ik hem wel leuk. Zo met een bloemetje zo aan de rand. En dan zeg ik, ja, de voorkant is goed. Bijvoorbeeld. Dan gaan we nu naar de achterkant. Nou, weer dat plaatje sleep ik er weer in. Zo gewoon met je muis, hupsakee, weer loslaten. En nu zeg ik, nou, nu hoef ik geen uitvergroting, maar ik doe eigenlijk een beetje een zoom-out. En het ging er mij dus om dat ik dat meisje, want als je gewoon dus niet via, dat maak je eigen ontwerpen, die optie, als je die niet gebruikt, maar gewoon via de artwork, dan is dit de achterkant die zij zelf hebben gekozen. Nou, die vind ik dus zelf niet zo. Dus ik wil juist dit gedeelte als achterkant. Nou, zij adviseren je om iets buiten de aangegeven snijlijnen je plaatje te trekken, zeg maar. Zodat zij ook wat ruimte hebben om te knippen. Dus meet het niet te strak in, is hun advies. Nou, zeg dat ik nu tevreden ben, dan klik ik nu hier rechts nog even op screen wallpaper. En dan zal je zien, dat vult hij dan zelf in. Dus dan zeg je, ik weet niet of je het goed ziet, maar wat hij nu heeft gedaan is, zeg maar, dat middenstuk, jouw scherm, heeft hij wat lichter gemaakt. Dus het blijft hetzelfde plaatje wat je hier bij je voorkant al helemaal had uitgemeten. Dat blijft, alleen dan heeft hij het nu wat lichter gemaakt. En dan heeft hij als voorbeeld hier wat icoontjes, zoals straks jouw voorkant er ook uit komt te zien. En dan kan je kijken, nou, vind ik het nou leuk.
En als je dan zegt, nou volgens mij is hem dit wel, dan klikken we hier op de preview. Nou, hier zie je de preview nog een keer, gewoon voorkant en achterkant naast elkaar. En dan kan je of zeggen, nou ik ben nog niet helemaal tevreden, ik ga terug naar edit, naar bewerk. Of je zegt, nou ik ben wel tevreden, add to cart. En dan komt hij dus zo op jouw eigen ontwerp, in jouw winkelwagentje. En dan kun je het bestelproces in. Nou, ik heb hem intussen besteld. Dat doe je dan ook via je creditcard, reken je dat meteen af. En dan krijg je keurig een bevestigingsmail, waar daarin laten ze meteen ook zien, zeg maar hier, wat je ook alweer had besteld, voor welk apparaat en wat het kost en zo. En dan leggen ze dus hieronder, hier zo leggen ze ook nog uit wat nu de vervolgprocedure is. En dat is, ik moet zeggen, ik heb goede ervaringen met hen, want hun klantenservice vind ik erg goed. Een van mijn vorige bestellingen, die was kwijtgeraakt en toen had ik een mailtje gestuurd. Nou, daar kreeg ik ook onmiddellijk antwoord op en toen heb ik gewoon een nieuwe verzending deden ze toen met een extra spoed. Dus eigenlijk veel duurdere verzendkosten, maar die hoefde ik niet te betalen. En binnen een week had ik alsnog mijn bestelling binnen. Nou, keurig opgelost dus en... Nou, het maakt dus ook dat ik nog een keer bij hun bestel, want ik heb er wel heel veel vertrouwen in. Dus nu is het wachten, want ik heb dus de simpelste verzendmethode gedaan, want dat is het goedkoopst. Ik betaal nu dus $5,95 aan verzendkosten. Maar dat betekent ook, dan gaat het met de boot en zo, in ieder geval weet ik veel, duurt heel lang, dus het kan rustig 3-4 weken duren. Maar als je nou haast hebt, dan kan je voor, ik meen rond de $20, kan je ook zeg maar binnen een week je bestelling hebben. Maar goed, dat is het me... Dat vind ik niet nodig, $20. Maar voor de liefhebber is dat wel nog een optie. Dus nu is het wachten tot de bestelling binnen is. Nou, hij is trouwens sneller dan verwacht binnen, want volgens mij heb ik er nu maar een week op twee of zo op hoeven te wachten. Kijk. Visitekaartje ook altijd. Nou, en dit is dan dus de skin zoals die in de envelop zit. Ziet er nu al heel erg mooi uit. Met een voorkant en een achterkant. Dus we gaan hem erop zetten. Nou, ik heb dus een witte iPad. En die wil ik eerst vet vrij maken voordat ik er iets op ga plakken. Ik heb wel gelezen, ook op internet, dat mensen het ook wel doen zonder hem vet vrij te maken. En dat het dan toch goed blijft zitten van Jenna Skins. Maar goed, ik vind voor de zekerheid, het kan helemaal geen kwaad. Wat ik nu eerst doe, is met een speciale glas doek om glas schoon te maken. Zo'n microvezeldoek is dat. Haal ik eerst eventjes zoveel mogelijk vet en vuil er al af. Want het is uiteindelijk natuurlijk gewoon glas wat op de voorkant zit. En ik heb hier nog klaarstaan ook spiritus. En dan ga ik dadelijk even de randjes mee doen. Want daar komt natuurlijk echt de sticker op. En je zou nog kunnen overwegen om voordat je die rand erop plakt, om hier eerst een beschermende folie op te doen. Zeg maar op het gedeelte waar je altijd aankomt. Tegen krassen en tegen vuil en dergelijke. Heel veel mensen doen dat. Dat zou ik dan eerst doen. Want dan kan je de randjes die overlappen, kan je mooi met je patroon mooi afwerken. Persoonlijk heb ik geen beschermende folie eroverheen zitten. Omdat ik eigenlijk de iPad gewoon te mooi vind. Ik geniet echt van die diepe glans. Dus ik maak hem gewoon wat vaker schoon met zo'n microvezeldoek, nogmaals, aan te bevelen. Ik doe daar ook mijn iPhone mee. Ja, alles gaat er gewoon af. Dus ik denk, ja, ik hoef volgens mij helemaal geen beschermfolie. En ik ben er voorzichtig genoeg mee dat ik hem ook niet bekras. Dus ik ga nu met de spiritus aan de slag. Met de sticker eerst voorzichtig ervan af te halen. Ik moet natuurlijk zorgen dat ik alleen de rand eraf haal en niet ook het middenstuk. En ook het knopje moet inderdaad gewoon blijven zitten.
voorzichtig. Zo. Oké. Nu heb ik hem dus in mijn handen. En dan nu de iPad erbij. Even kijken hoe ik dit nou weer handig ga doen. Ik denk dat ik maar onderaan begin, want dan kan ik hem mikken op de thuisknop. Ik zie nu dat ik nog een randje van de thuisknop er niet af heb gehaald. Een heel klein dun randje had ik dus niet gezien wat er ook nog af moest. Oké. Even overnieuw. De tweede poging. Het scheelt dat het een materiaal is wat je heel makkelijk weer eraf kan halen. Dus je kan het gewoon opnieuw proberen als je scheef zit. Nou, dit lijkt een aardig begin te zijn. Oké, even kijken of dat waar is. Want dan zou de rest nu natuurlijk ook precies moeten passen. Dus dat ga ik nu even uitproberen. Nou, hij zit nog niet helemaal goed en aldoende zie ik nu ook dat er nog een klein flintertje, ik heb nu even met een klein metalen staafje, ga ik nog een heel klein cirkeltje hier eruit drukken wat is voorgestampt, dat had ik net ook niet gezien, dat ontdekte ik net. Dat is denk ik voor het infrarood of het bluetooth ofzo, maar hij moet dus twee gaatjes hebben bovenaan. Nog een keer dan. Oké, ik ga hem even op mijn gemak even helemaal glad strijken. Maar de achterkant weer hetzelfde. Hij lijkt op de film misschien wat donker, maar het is gewoon een licht zilveren kleurig oppervlak. Ja, je ziet het nu niet zo goed, maar nou, zo is misschien iets beter. Het is gewoon licht zilveren gekleurd, bijna wit. Dus dat ga ik nu ook eerst even weer met een heel klein beetje spiritus wat ontvetten. En weer even laten drogen aan de lucht. Zo. En ondertussen kan ik dan mooi de achterkant van het hele verhaal vaster afhalen. Oké, de achterkant. Ook hier weer een aantal stukjes die je er tussenuit moet laten. Zoals dit stukje hier is voor de luidspreker van de iPad. Hier heb je natuurlijk de uitsparingen voor de knopjes. En hier ook. En hier voor de lens. Ga hem maar even in de hoek. De achterkant van de sticker of de onderkant van de sticker is redelijk donker zoals je ziet. En dat heeft te maken met het materiaal wat ze gebruiken. Het is een heel makkelijk materiaal wat ook gebruikt wordt in de auto-industrie. Wat je ook weer af kan halen. Als je op een zeker moment bijvoorbeeld een andere skin wilt. Of weer een tijdje je apparaat zonder skin wilt hebben. Of als je hem doorverkoopt of zo. Dus hij laat zonder lijmresten en stickerresten. Kan je dan weer de skin verwijderen. En voor de camera het gat. En voor de knopjes aan de zijkant. En voor de luidsprekertjes daar. Dus we gaan kijken hoe we het er weer opgeplakt krijgen. Oké, de iPad er weer bij. De sticker erbij. En we gaan weer mikken en uitlijnen. De iPad 2 is rond aan de achterkant. Dus de sticker heeft daarom ook een aparte vorm. Dat hij die rondingen ook kan volgen en de hoekjes, die laat hij dus vrij. Want een ronde hoek, dat is natuurlijk niet te beplakken. Oké. Nou, intussen zit hij erop. Ik ben nu even de luchtbellen eruit aan het strijken. Bij de stickers van Jelliskins hebben ze een heel subtiel ruitjespatroon aan de onderkant van de sticker zitten. Zodat onder andere de lucht die dan eventueel nog onder zit, er ook heel makkelijk uitgaat. En dat merk ik ook, want
ook luchtbubbels die hier zaten, heb ik er al gewoon met een paar streken heb ik er gewoon al uit. Dus dat gaat eigenlijk perfect. Nou, met zo'n wat ronder apparaat, zoals de iPad, is het vooral hier aan de randen altijd even ja, tricky, zeg maar, om het goed vastgeplakt te krijgen. Dus ik ben vooral op die randen hier nu even wat aandacht aan het besteden. Want ik hoop natuurlijk niet dat die ja, halverwege het gebruik, zeg maar, dat die sticker los gaat laten. Dus dat moet ik gewoon in één keer goed erop plakken. Even wat tijd voor nemen. En dan zit het gewoon goed voor de rest van de tijd. Nou, je ziet ook de, zeg maar de, ja, je ziet het nu niet zo goed vanwege het drukke patroon, maar de camera hier is gewoon goed uitgespaard. Hier zit nog een knopje wat er goed doorheen komt. De knop hier aan de zijkant zie je ook goed. Nou, je ziet dus dat de hoeken vrijgelaten worden, zoals ik al zei, want ja, een ronde hoek, dat is dus, dat kan je natuurlijk niet vouwen, niet goed. Dus dat is aan alle kanten zo. Dat wist ik ook vanaf het begin, hè, want als je bestelt, dan heb je altijd een preview. En wat hier, dat ziet er ook een beetje gek uit, maar dat is dus een luidspreker met al die kleine gaatjes. Dus daar hebben ze ook een uitsparing in de sticker gemaakt, zodat het geluid er goed doorheen blijft kunnen. Dus ja, dat doorbreekt dan wel je uitgezochte patroon wat. Maar ja, het gaat uiteindelijk natuurlijk om de functionaliteit. En hier natuurlijk de uitsparing voor de oplaadstekker. Of de Apple, de verstekker, verbindingsstekker. En nou, en dan hier de... Dit is hem dan, aan de achterkant. Oké, nu heb ik dus ook de home-knop beplakt. Het leuke is dus dat het patroon gewoon doorloopt. En dat hele minuscule randje wat ik er net dus nog af moest frunniken, dat zie je dus ook waarom dat was. Want dan heb je hier dus ook de ruimte om de hele lichte holling van dit knopje, dat het goed komt met die sticker. Dus nu is het klaar, zeg maar. Voorkant dus. En ook de achterkant. Heel fleurig. Een zonnig, vrolijk ontwerpje.